Hey, goedemiddag. Yo, zijn we weer. Nieuwe aflevering, met z'n drieën. Van DWV Team. Dat is niet normaal. This is the end. Deze tent is ook kapot. Wat is aan de hand? Ja, de stiek is gebroken. Oh, helaas. En de andere tent wordt gerepareerd. Dus we zijn dubbel de lul. Slijtage. Slijtageslag. Ballen ding. Oh mijn god, ik word hier helemaal gek van. Wat is aan de hand, Wiet? Ja, car. Dames en heren, die koppeling van mijn car kan het gewicht niet meer aan. Dus ik trek heel vaak nu mijn wiel uit zijn as. Drama. Dat is niet zo goed voor. We stonden echt op het punt om te vertrekken. Het is al een beetje aan de late kant helaas. We hebben nog wel enigszins daglicht vandaag. Dus het komt allemaal wel goed, daar niet van. Maar er zijn enige kleine probleempjes hier en daar. Geen stress. Maar daar liggen we niet wakker van. Pak een fles. Pak een flesje, hè. Doe je best, pak een fles, hè. Ik zat dus in dat riet. Ja. Maar je hebt dat wegje over boven. En er liepen zoveel mensen langs. Ja. Ik had echt zo stoppen zo met mijn confession op. Zo met de camouflage truitje. Ja, leuk voor de kijkers. Ja, dat is niet fijn, hè. Dat is echt niet fijn. Schijt hier. Want hun zitten dan boven en jij is beneden. Dus ze kunnen zo op je afkijken. Deze man, hij was afgelopen sessie met die s'nachts wakker met zoveel buikram. Oh. Ja, dat was ik. Met die wakker met zoveel buikram, had hij echt gewoon een keer zijn tent uit. Had hij zo'n diarreeaanval, heeft hij heel de bosjes van zitten schijten. Ja, wel genoeg papier bij. Ja, dat wel. Maar dat was echt naar, man. Dat is echt naar. Ik kreeg zoveel buikpijn, toen kwam die burgers even dubbel en dwars uit. Dubbel ja. Burgertje eruit in één keer. Ja, dat is echt... Hallo. Hey. Zoals jullie weten is mijn car kapot. Dus deze twee strijders, die gaan even mijn restspullen wat moeders hier vlak bij de stek heeft gebracht op hun car mee vervoeren. En ik ook een beetje tillen. Hey, maar ze gaan allemaal bij jou op de car, hoor. Past niet. Ja, bij mij ook niet. Ik ben helemaal op back off, joh. Maar rij alvast heen. Hey, dat wordt er niet. Ja, we gaan er maar voor. Yes. Goed maar. Zo, jongens. Laat ze even zien. Heel de uitrusting in één tas. Breek heel mijn rug, maar dat maakt niet uit. Breek die bakka. Is voor het goede doel. Jo, tuinen. We zijn weer terug op een heel oud water. Misschien ken je nog van echt video's van vroeger. En we gaan gewoon 6 hengeltjes inleggen. En het moet gewoon helemaal goed komen. Ja, toch? Het moet gewoon vis uitkomen, hè? Dat zou wel moeten. Zou moeten. Deze man. Zijn als hij werkt, hè? Ja, deze man heeft nu denk ik 8, 9, 6 achter elkaar geblankt. Afgelopen week wel 4 of 5. Dus alles staat op alles. Ja, maar ik denk dat Daan en ik, wij gaan als enige vangen. Ah, ik gun het hem, Hij moet maar even eentje vangen. Echt helemaal gek. Vroeger hebben Wietse en ik nog die toetoon hier gevangen. Dat was een jaartje of 6 geleden ofzo. Mag het dit, jongen? Gooi je over daar deel 1. Mooi volschip. Ja, nou zeggen ze dat die toetoon is overgezet na ons, een jaartje daarna ofzo. Maar met een beetje geluk zwemt hij er nog wel en vangen we hem nog even een keer. Wie weet. Ik denk het niet, maar we gaan het zien. Hopen, let's go. We hopen. Zo, met pijn en moeite is terug, maar de tentjes die staan. Soort van. Ze staan er niet heel mooi bij, maar dat maakt ook niet uit vandaag. Even de muziek uit. Ah! Heeft hij even de haak in zijn vinger? Kijk, tent? Hij staat nog niet helemaal klok 7. Wat is er gebeurd? Ja, nou, aan de achterkant, dat staat er op film. Kijk maar nog even voor de lol. Voor de hoofd kijken. Even overheen, maar... Oh ja, er zit een overheen, dat zie je niet eens. Maar er zit een fucking groot gat in mijn tent. Kijk dit beentje dan. Heel mijn tent hier weg. Hij scheurt dat helemaal kapot, joh. Je zijn wel lekker bezig. Ja. Benieuwd dat we mij kapot gaan. Ja, hij heeft en een kapot tent en geen haring. Ik heb een kapot tent. De tent is ook helemaal kapot, versleten. Die van mij? Die van jou is tip top, jongen. Ja, goed. Papa, ik heb een boeiennaald in mijn broekje. Kan je hem eruit halen? Hij pikt echt in mijn borst. Dat heb ik ontslagen gemaakt. Heren, jongens en meisjes, het is eindelijk zover. De hele Fish Team is geüpgrade naar een... Jawel, voerboot. Bas. Oh, heerlijk hoor. Wat is het voor die? Oei. Een prachtige nanotech. Nanotech Pro, hè? Ja, Nanotech Pro, jongens. Wel een prachtig bootje. En ik ben er helemaal blij mee. Ik heb er thuis al lekker mee gespeeld.
Ja. Handleid ik hier gelezen en we gaan lekker varen. Hard case met een handzender erin. Extra accu's. We kunnen vol gas dit jaar. We kunnen als een raket. Zag, hoor. Ja, dat is echt wennen, joh. Wow. Heb je hier te maken met een dronken schipper? Maar chat, dan gaat je rij ook heel mooi in het bochtje zitten. Ja, dan ontwijk je de karpers. Niet als je maat dan even de lijn staat vast. Oh ja, ontwijkt vaker de karpers. Vandaar deze vaak blijkt zeker. Ja, ik heb allemaal tactieken ervoor. Ja, ergens denk ik. Kan ik. Iets verder zou ik moeten. En die sloven. Ja, ja. Hoppa. Daar gaat-ie. Ja. Nou jongens, het is belangrijk dat je de richtlijn met de RIVM volgt. 1,5 meter afstand. Ik denk dat jullie precies goed staan zo. Super snoei. Nou jongens, waar vissen we nou mee? We hebben hier een partconnectie vanmiddag gekookt. We hebben een klein beetje stikmix erin gedaan voor het wolkige effect. Ja, doe een klein schepje van dit. Ik wil natuurlijk niet te veel witvis. En doe ik een paar halve boeis. Verkrummeld. En dan voer ik zo nog een paar hele boeien bij. Als de boot eenmaal op de stek ligt. Nou, dan doe je als laatste altijd je onderlijntje erin. Krijg je een beetje in een hoekje. En dan kan het zo gaan. Pico bagel. Oh, oh vers, maar, vers. Mooie hamburgers, dat doe je niet, man. Nee, alleen maar vers. Vers van de pers. Wat vind jij het lekkerste? Sperretje. Ah, het is een goed feest hier in de Tess van Davis team. En ja, Chitten zeg, want die ging net een klein beetje af, een paar piepies. Ik zei nog, het is niks, maar Chitten die moest een wonder boven wonder toch even ophalen. Ja, ik ben zwaar onzeker, jongens. Volgens mij. Ja, ik heb een zonnetje op. Maar er zat dus helemaal niks aan, dus ik heb weer opnieuw even perfect uitgevaren. Ja. Yo, what's going on? Hey, dames en heren, ik loop hier met het schermnet. Chitten die zegt, een paar piepies, even kijken. We zeggen, ayo Chit, blijf lekker zitten. Is en, hij zegt dan opeens hangen. Hij schreeuwt in een keer, hangen. Dus we zijn onder 1,5 meter afstand. Oh, die verre engel. Oh, hangt die? Ja, maar je aardig vol, man. Hé, zwemmen. Voel ervan. Ja, hij is weg al. Ja, dan zit hij niet vast. Hai. Chitten. Na 8 keer blank op rij. Dat kan niet. Nee, dat is niet leuk. Nee, jawel. Ik gun het hem. Dit mag niet. Jawel, ik gun het hem. Na 8 keer blank, hè. Eindelijk klaar. Grap. We draaien zo makkelijk binnen, zo zo'n brazen. Ja, dat is goed met je. Ja, weet je, die hengel ligt 150 meter ver. En hij zat al de hele tijd te piep omhoog, omlaag. Ik denk, ik leg mijn vinger op de grond. En hij trok hem gelijk weer tegen de pieper aan. Ja. Ik ga zo stuk als het toch witvis is. Als het een brazen is of zo. Ja. Ah, dan hebben we die poppen aan het dansen. Dames en heren, dit is echt werkelijk waar een karpa. Karpa. Ja, volgens mij wel. Naast, hè? Ja, we staan op 1,5 meter afstand. Dat schep gaat ook een lastig verhaal worden. Even uitzoomen, want anders... Zoveel mensen niet. Nee, kijk. Kijk, zie je? Oh, dit is jouw dikste van het jaar. Ja. Nee, dat was die eerste pas. Nee. Oh, nee. Waterwiet. Zo ja. Hey, anders helpen jullie even. Hey, Daan, hou je afstand. Ja. Oh, sorry. Ja, dat is mooi hoor. Nou, dames en heren, misschien dat ik daarom niet blank, maar rechts haakt tegenwoordig in de bovenlip. Ja. Hoe kan dat nou weer? Niet eens een pop-up eraan, hè? Dat zou mij alsnog niet zoveel vertrouwen geven. Hij zit ook wel goed van. Ja, mooi. Het is wel een rare situatie. En, jongens. Oei. Oh. Maar kijk, weet je, iedereen doet raar door dat coronavirus. Die vis ook. Ja. Die denkt van, joh, ik ga eens op mijn kop halen. Hey, AMT. Pakt iemand even een flesje water? Ja. Jullie, show me to me. Ja, toch 9 kilo, boys. Ja, laat zien dan. Nu nog die zak eraf. Ja, die is er al af. Hey. Laat zo maar zien. Ah ja, is er. Ja, papa. Je draait. We draaien. Back in business. Hij is back. Geef maar een elleboog. Even elleboog. Boom. Afstand. 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 Yo, tijden. Zo, boys. Mooie vis. 9 kilo. Ja, je kan de sessie slechter beginnen. We zijn pas 4 uur aan het vissen of zo. 3, denk ik. En... ja, je ziet toch wel dat de vissen zijn doorgegroeid. Vroeger vingen we dit soort visjes op 7 kilo, 6, 7 kilo. Ja.
En nu 9 kilo. Dus als die 10 kilo's ook zijn doorgegroeid, zijn ze gewoon 25 pond. Dat zou wel lekker zijn. En ja, dan zijn we helemaal het mannetje hoor. Maar hoe ga je nu opeens in ponden praten? Je hebt het over kilo's. Hey, maar broer, je staat eindelijk weer op de kilo. Eindelijk hè, na 8, 6, 9 geblankt. Hoppa. Oh, wat is dat fijn jongens. Oh, dat doe je toch voor. Gelijk zo'n mooie vis. Laat even zien. Laat even zien, joh. Weet je, we zijn er nu toch? Ja. Karakter. Hoe noem je de vis? De zwartoog. Marie. We komen het Marie. Ah, mooie visje hoor. Hey. Hey jongens, nou is het toch zitten kijken. Neem even 2 seconden tijd. Doe even gewoon een blauw duimpje omhoog. Kijk, zo is dat. Voor deze joekel. Ja, toch. Ah, dat is een mooie shot, zeg. Ah, jongens, mooie lange schub. En hij kan weer zwemmen. Ja, hij heeft goed gevochten, he. Echt een strijd. Nou, vond ik niet. Hij bent in de kant al. Hij zwemt tegen de muren. Zo, jij zit er lekker bij. Ja, even belichting doen. Ochtendgymnastiek. Jee. Wat is je tactiek? Nou jongens, daarnet, ik kreeg al eerst een paar piepen, toen had ik hem opgehaald. Want ik vertrouwde het niet helemaal, want hij ligt echt heel ver weg. Toen zat er niks aan. Toen dacht ik, dat ligt waarschijnlijk nog voer. Dus eigenlijk deed ik alleen een klein beetje gekruste bolies erbij. En dat is genoeg in de winter. Dat was het inderdaad. Dus niet te veel voeren. Bizar. En hij liep toen denk ik echt binnen een uurtje af. Dus zoals je ziet, een beetje een paar kwartjes, halfjes. Ja, ik denk binnen een half uur. Het was echt weinig tijd tussen. En hij kan weer. Nieuw leukje eraan. Lekker man. En we gaan ervoor. Strijden. Hey, mooie schoenen. Lekker warm tegen de kou. Ja jongens, het is toch wel een beetje fris aan het worden. Fris? Zo, 2 graden. De sauna-boxjes zijn rustig, maar doordat je die vroege aanbeet verwachten, nog wel een visje vannacht. 1 of 2, misschien 3 als het heel gek loopt. En we gaan bijna ons bedje in. En tot zo. Nou, toch mooi dat die winterbol dat hij toch weer zijn werk doet. Ja, winter, voorjaar, wat is het verschil? Het is inmiddels voorjaar, maar het is kouder dan in de winter. Het is gewoon s'nachts vriest het. Nachtvorst, vorst aan de grond. Dus de omstandigheden zijn taai. Oostenwindje, noordoostenwindje om eerlijk te zijn. Eerlijk. Maar toch. De eerste vis is wel binnen. Ja, we hadden het niet verwacht eigenlijk, maar shit, heb wel nice gedaan. Congrats. Ik vind het echt leuk dat ik wel wat heb gevonden. Is dat een boost voor jezelf trouwens? Ja, ach nog te blanken, dat doet echt wat met je als visser. Dat is echt niet leuk. Ja, zo grappig. Ik zal even een kleine update doen, want niemand weet. Ervan. Dit willen we niet horen. Hij ging zelf een soort van advies vragen aan Daan en mij. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Hoe moet ik dat dan doen? En is mijn richt dan wel goed? De onzekerheid die was te zien. Bizar, hè? Ah, hij doet zo stoer. De twijfel zat in zijn ogen. Ik hoop toch dat hij de rest van het jaar blankt. Cargo! Hey! Ja? Hey, chill! Hou je bek. Dankjewel. Nee, joh. Hey, doe net zo op, man. Eerst nog helemaal gelachen om die video. Ja. Oh, wat ben jij een lulletje. Beurs voorbij, hè? Wat beurt voorbij? De beurt is voorbij. Welke beurt is voorbij? Je beurt. Je kans is bekeken. De beurt is voorbij. Ja, zo. Hey, hoe kan dit nou? Het is gedaan. Ah, geen goede omrijden. Nee. Ja, amateur. Daar ga je op. Jongen, kijk. Luister. Dit, je kan zeggen wat je wil. Dit was professionaliteit. Kijk, dat moeten we zien. Hier brandt mij zijn top uit als je hem nog wil. Ja, haal hem er maar. Kijk, ik kreeg 1 run. Ik rende heen. Mijn swinger staat tegen mijn piepen. Ik denk, die hangt wel. Ik pak mijn hengel op. Ik voel inderdaad wel iets. En binnen 1 seconde, bam. Hoppa, spanning eraan. Ja, hij zat eraan. Je moet wel spanning op het terrein houden. Nou, dat deed ik. Hey! leuk ben jij. Hij is lekker geslapen. Helaas niks bijgevangen. Maar dit is natuurlijk ook niet heel best. Hey, goedemorgen, sunshine. Hey. Wat is er gebeurd, jongen? Ik heb, ik weet welke keer deze gebeurd dit. Welkom to MTV Cribs met Shidde van de Ski. Laat eens even zien. Hey, jongens, dit is bijna. Kijk maar, man. Zo. Zullen we dat gewoon eens even regelen? Dit is kwaliteit. Je laat zeker wel lekker uit de wind, zo. Ja, hij is al niet heel eraf, zo. Gelukkig. Snelle update vanaf mijn kant. Het is nu een uurtje of 10, half 10. En we hebben geen stootje meer gehad eigenlijk. Alhoewel, dat is niet waar. Chit en Daan hebben er ook bij 1 verspeeld. Helaas ging die er vanaf, na een paar seconden. Maar goed, we zijn nu de Engels weer opnieuw aan het uitvaren. Ik blijf nog een paar uur zitten. Maar ja, toch met dat ochtendzonnetje erop. Het voorjaar, je weet het niet. Ik gooi zo een tjurtje op. Een andere Engel heb ik ook even opnieuw erin gelegd.
Dan hopen we toch op nog een visje. Je weet niet of het komt. We gaan het zien. Ja, ik was dus aan het uitvaren naar de overkant. Ik denk van ja, ik doe mooi echt tegen het kantje aan, tegen de rietstengels. Heb ik dus met een rietstengel tegen de aan- en uitknop gevaren en nu is die dus uit. Ik moet helemaal naar de overkant omfietsen om naar die kas te vragen of ik in zijn weiland mag staan. En dan kan ik hem hopelijk nog pakken. Nou, Rietse, de kneus, die heb. Schakelaar tegen de rietstengel aan. Is die open? Ja, heel goeie. Zo jongens, ik ben binnen. Dat is best wel raar. Ik kom hier op het erf van de tuin heb je open. Nou, ik dacht met de tijden van corona zit ik nu niet te wachten dat ik dit vraag. Dat mag. Dus we gaan het gewoon proberen. Waterpakjes mee. Ik hoop dat ik er zo bij kan. En dan Die! Hangt die! Ja! Zo jongens, ze hebben op mij helemaal een run. Oké, snel een bootje mee. Snel daarheen. Diefens. Ah. Jezus. Ah, mooi stukje. Rennen. Jij hebt rennen! Ja, ik zweer! Ja, ik pak het! Kijk. Wietse aan de overkant zijn boot halen. Gaat Wietse zijn helemaal fucking hard af. Echt ziek. Ik ben even snel op de taxi gesprongen. Hé, hey, jongen. Knolletje. Knolletje? Oh, zo, hij is echt klein. Hij ging er wel hard vandoor, hè? Mooi. Ik dacht echt, wat tof. We stonden ook te kijken, welke hemel is het nou? Heb jij hem? Ja. Ja, schrijf jij maar. Film ik hem. Maar wat gek, hè? Rietje wordt helemaal gek. Een nacht lang gevist, niks gevangen. Hij is even snel naar de overkant. Om die boot op te halen, gaat ze hengen als een gek ervandoor. Het kan ook niet erger, hè? Het kan niet erger dan dit van Rietje. Shit. Nee! Moet je helpen? Moet je helemaal vastpakken? Kom. Hij zit erin, hè? Zet ik een fietsje keihard aan fietsen. Ja, fietsen komt als een gek aan fietsen. Hè. Hij zit het echt niet leuk. Heb een lekker nummer, joh. Ja. Kom eens. Ja. Hoe is hij? Hé, duimpjes omhoog. Is het, ja, kijk. Ja, gaan ze lekker zwemmen. We gaan een fotootje maken en kunnen we weer zwemmen. Doei. Ik heb echt het gevoel dat ze me aan het pranken zijn, hoor. Zul je mij lekker met je haasten? Dat snap ik ook wel. Maar goed. In ieder geval de boot weg. Dat is het belangrijkste, zelfs als er geen vis aan zit. Hey, Master, welkom bij David Vis Team Grips. Ja, dit is de nieuwe tent van de JSC. Hij is helemaal vol. En even leuk om erbij te vermelden misschien, is dat de tent nog niet afgebouwd is. Nee. Die is staat. Hij is ook al wel 5 jaar oud of zo. Het was al mijn oude tent, maar ik denk ik doe gewoon nog 1 nachtje, maar ook beter niet kunnen doen. Nee, maar met die wind. Maar je moet de komende nacht ook nog met die tent, hè? Of ga je fietsen zitten? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, Nash heeft sinds kort een karpje. Ja, als deze vis een klein beetje beschadiging gehouden, overgehouden aan de haak. Nou, wat zit er nou in? Heb je een versie van het spul? En je pakt gewoon zo'n soort rietje. Spuit je dan een beetje erop. Een draai. Even hier zitten. Spuit je dan een beetje erop. Actiefjes. Ga je in de brandnetel zitten. Raak dit. En dan kun je het een beetje op het plekje van de haak smeren. En dan herstelt hij beter. Dus aan de binnenkant. Dr. Wietse! Niks meer aan de hand. Ik heb er wel van met een kast in iemands mond te roeren. Ja. Het ziet er niet uit, joh. Hij ziet er niet uit. Hey, Wiet! Hey. Nou jongens, uit de categorie vissen met een verhaal. Hebben we eentje. Mooi schubkarpje, 13 pond. Nou, hoe ging het nou? Ik had de voerboot naar de overkant gevaren. Opeens deed hij niet meer, dus ik ging naar de overkant fietsen om de voerboot te redden. En toen opeens zegt Chit, ja, run. Dus ik zie ze rennen.
Ik denk, ai nee joh. Maar halverwege als ik op de fiets, ik denk van nou, die gasten hebben me wel vaker geprankt. En dan kom ik aan en zie ik Chit opeens met een scherm naar dicht. Dus hij eigenlijk bij hem ook gevangen. Nou, ik heb hem getrild. Hij heeft hem getrild. Maar een mooie visie, toch geen blank. En hij mag weer gaan. Lekker. Tot ziens. Als... Doei. Wiet, was een goede drill? Ja, ik heb ervan genoten. Sinds jaren geen Nissan drill gehad. Nou, mooi gaan, de oude strijder. Ga je oma halen. Hey, wie begint? Hey, Tijnde, wat heb jij daar? Een lekkere kipburger. Vanmorgen. Ja, dat is een dag zonder zorgen. Hey. En wij hebben allebei geen bank. Kijk, heerlijk. Dat is goed. Zo jongens, niet normaal joh, die wind die begint steeds harder te worden. Sinds de tent is al gesneuveld. En ja, die vandaan aan mij houdt nog wel vol. Ik ben even onder eens aan het knopen. Ik ga wel naar huis toe. Chit en Daan gaan nog een nachtje op deze stack. Dus ja, waarschijnlijk vang ik nog wel wat bij. Chit is even naar een lokaal adresje in de buurt die wij kennen om de voerbootaccu's op te raden. Die waren op schijnbaar. Dus en dan kunnen ze weer volgens tegenaan. We hebben besloten om nog een nachtje te gaan vissen. Ja, ja, ja. We hebben een paar biertjes gehaald, want die Daniel heeft die ding nu. Die laat heel zijn biertje over zijn bed invullen. Heel zijn bier over zijn bed. Oh, dat is lekker. Kijk dan. Maar heb je er een beetje vertrouwen in? Ja, met min 2 vannacht en een lekker nat beetje heb ik er altijd vertrouwen in. Nee, maar echt die oosten, het waait hard. Het waait echt, het is windkracht 8 en continu foute piepen, valse piepen, ze door de wind en het heeft van alles weer lijnen in. Dus je kan zijn... gewoon niet ingooien. Nee, en de voerboot. Ik had bijna de voerboot. De voerboot gaat alle kanten op, dus dat kan je ook niet doen. Nou jongens, echt barre omstandigheden, keiharde oostenwind. Yes, kuitje. Met ingooien, het was niet normaal, gewoon gelijk zo'n bocht in je lijn. Maar hij liep alsnog af. En het is echt een mooie vis. 12 kilo geklokt. Oh. Oh, je ziet het bijna. Ja, 12 kilo'tjes. Echt een hele mooie vis. Ja, helaas, het was zo chaos. Hij ging me als een haas verloren. Moet je even kijken. Hij is echt dik, hè? Echt dik, man. Hij is echt dik. Kijk, oeh. Echt dik man, kijk eens. Zo, kun je bijgek. Echt niet normaal. Bizar joh. Zou je niet zeggen dat hij met 12 kilo is? Nee joh. Ah, we gaan even op film en foto zetten. En dan zien we die zo. Ja, zo jongens. Ja. Echt een mooie vis. 12 kilo. Echt een hele mooie vis. Ja, we hadden het echt niet verwacht. En zeker niet zo'n grote vis van dit watertje. En ja, we zijn er helemaal blij mee. We hadden de run die kinderen filmen. De hengel stond echt 100 meter afstand, omdat door de wind moesten ze zo dichtbij zetten. Het is echt een mooie vis. Kijk even hoe breed die is. En ja, echt prachtig. 12 kilo. En ja, keiharde run. Ja, daar doe je het voor. Lekker zwemmen, hè? Heerlijk. Oh. Ja, jongens, hij was een zwemmen. Echt een super mooie vis. Puntpaas, perfect in de onderlippaas. Ja, daar doe je het voor. 12 kilo, zo daarnaast. Ik had het echt niet verwacht, maar dit is toch wel een heel lekker gevoel, hoor. Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Heerlijk! Dames en heren, het zijn barre omstandigheden. Het waait echt keihard. Echt fuck hard. Echt niet normaal, windkracht 6 of 7. En we hebben een run. En we gaan. Ja, ik denk dat je echt niks hoort met deze wind, joh. Het is niet normaal. Dat is echt bizar. Maar we gaan nog even kijken. Zo, hij sterk. Misschien wel een dikke pak weer. Zo dan. Ja, dit is er weer een, denk ik hoor. Dit is wel lekker. Dit is denk ik wel weer een dikke. Oh, stop. Ja, echt zo. Lekker voor de zee hier zo. Het is koud, zo. Maar we vangen gewoon, hè. Ja, je hebt een coronaboos. Nee. We vangen gewoon. Volgens mij, ik heb hem nog niet gezien, maar het is wel lekker volgens mij. Hij was best sterk. We hadden het echt totaal niet verwacht. We hadden net naar bedje toe gegaan. Die wind is niet normaal. Oh, die wind is echt windkracht 10 denk ik. Windkracht 9, oh, oostenwind. Ik hoop dat we een beetje verstaanbaar zijn, maar het is niet normaal. Waarschijnlijk horen we niet, maar het is wel een mooie vis. Maar het is bijzonder dat we gewoon blijven vangen, hè? We blijven vangen. Hengel gaat zo snel mogelijk terug. Het zijn gewoon herfstomstandigheden. Ja, echt, het lijkt net herfst, hè. Het is niet normaal. Lekker man. Die piepers die gaan als een raket. Heerlijk, heerlijk. Ja, bizar, hè, shit.
Chin ligt zojuist in zijn eigen tent, uurtje of 2:30. Net de hengel opnieuw neergeplaatst. Nou ja, soort van. En ja, het begint keihard te plens in één keer, regenen. Oei, ik ga lekker slapen, houdoe. Nou Daan, leg jij eens uit wat er net is gebeurd. We zijn net op deze prachtige zonnige dag lekker gewekt door een vriendelijke boa die ons even een keurinkje wil uitschrijven. Helaas, lukte dat hem niet. Nou. Maar hij heeft hij wel mijn gegevens en moeten wij onszelf kunnen bewijzen. Anders heb ik alsnog een procesje verbaren aan mijn broek hangen. Ja jongens, we vissen echt maar een heel klein slootje die gewoon te klein is om aangegeven te worden op de visplanner. Het is gewoon zo klein dat je ja, die sloot niet kan zien. Ja, wel visje gevangen vannacht. Happy days. Maar ja, is toch raar? Ja. Maar dan nu horen en zien. Het waait nog steeds mega hard. En we zijn nu aan het opruimen. Maar die fiets of die wordt snel, hè. We zitten dus tegen de wind in. Daniel moet 15 kilometer naar huis fietsen. En ja, ik gelukkig maar 5. Maar ja, dat is niet normaal dit weer. Gelukkig mooie vis gevangen. En ja, we zullen niet veel filmen met deze wind, want dat maakt gewoon veel te veel herrie. Laatst. Ja, dames en heren, welkom in de nieuwe park. Wat er is. Zo! Dit is toch niet normaal? Wel lekker, wel lekker. Lekker het zonnetje uit doen. Ja, jongens, de laatste spulletjes zitten op de car. En ja, dit is het enige plekje uit de wind, achter de schapenhok. Schapenhutje, lekker in het zonnetje. Nou, je mag zo meteen nog lekker 50 kilometer naar huis fietsen. Oosterwindje met 55 kilometer per uur. Vol in je bakkes. We love it, hè? Happy days. Ja. Nou, vond je de video nou leuk? Oeh, 1,5 meter. Oh ja. Oh. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer en, voor meer. Abonneer voor meer. En dan zien jullie volgende week. Volgende week dinsdag. Tjallaz. Ah, lekker. Ah!